kijkers. Een heerlijke taart, gemaakt door Jamal. Ik denk dat iemand trek heeft. En ik zou zeggen, bon appétit. Ik kom ook uit mijn moeder, dus boeiend dat ze seks heeft. Ik zie haar liever seks hebben dan dat zij mij betrapt. Ik heb haar ook ooit betrapt. Hallo, ik ben Tiago en welkom bij MTV's Kiss, Marry and Pie. De kiss zou ik geven aan Divi. Oh, dit is best wel een geile koppie. De Marry zou ik toch maar aan Irene doen, omdat ze maar één partner heeft gehad. En de pie die zou ik aan Jasmine geven, want ze heeft gewoon een lekkere kop om die taart in te gooien. Let's fucking do it. Okay, dit is Jackass en ik ga het doen alsof ik ook daar weer ga gooien, zo ik ga me afremmen. Maar dan kom ik Jasmine hebben. Wat? Mooi weet toch? Dat is een manoeuvre. Gaan we doen. Ja? Ik ga hem voor je klaarmaken. Ja. En even kijken, ze kijken er nu naar. Ja. Oké, ik ga nog een tekst gooien. Oké, let op. Beste kijkers, een heerlijke taart, gemaakt door Jamal. Ik denk dat iemand trek heeft. En ik zou zeggen, bon appétit. Haha, let's go. Hey. Wat ben ik de man? Doe dan mijn potje. Nee, eigenlijk. Nee! Ik wist het toen. Sorry, ik moest er even aan het eind gooien, echt. Oh my god. Kijk al die snakbom daar. Ik dacht beter, ik ben het niet. Oh my god. Oh, geef. Op mijn buurt. Waarom heb ik al die wang naar de kloten? Waarom heb ik dit verdiend? Ik zag het aan jullie hoofd en toen liepen jullie mij toch al beter. Oh my god. Oh. Doe maar mee. Nee, ik wil eigenlijk A. Weet je waarom? Dan kan ik daar ook een piercing in zetten. Ik wil liever een extra teen. Ja. Ik zie mezelf niet met een extra teenpotje. Het zou sowieso mooi zijn. Dan heb je meer opties. Maar krijg je dan ook weer een derde borst erbij? Ja, maar dat ziet toch niet uit. Dat is ondergoed of tandenborsten. Jezus. Maar dat moet dan een vieze zijn, hè? Zo'n onderbroek die hier ligt, die witte. Ja, maar het is ook een vieze tandenborstel, die is al gebruikt. En dan is het denk ik ook een ondergoed die ook al gebruikt is. Want anders... Oké. Wow. Ja, fuck it. Jeetje, wat zijn we één gezicht. Jezus, hé. Jij bent mijn meesporen. We hebben allebei een vieze onderbroek aan. Ja, nee, maar eerlijk, ik ben echt spastisch met tandenborstels. Ja. Ik heb ook gewoon, ook al is mijn vriendje die, je mag niet aan mijn tandenborstel zitten. Ik vind het gewoon goor. Ook met ontstekingen in je mond en zo. Ja, dat is, nee. Dus dan liever een vies onderbroekje van iemand aan. Maar ja, de fout heb ik al gemaakt in de villa. Ik was, ik heb zeg maar met Delano, wij hebben precies dezelfde tandenborstel. Ja. Zo'n elektrisch dingetje. Ja. Dus ik ga het gepoetsen mee, pa, dit, dat. Dus ik leg hem neer. Dus hij komt terug, hij zegt, hé Tycho, hij zegt, jij hebt een andere kopje dan mij toch? Ik dacht, nee, dat meen je niet hè. Oh. En toen had ik, ik heb met zijn tandenborstel gepoetst. En ik voelde me echt vies. Ja, snap ik. Ja, het is liever dan een onderbroek, weet je. Ik bedoel, dat is, het ergste wat erin kan zitten is een beetje volgop of zo, of andere gekkigheid, maar ja. Nou, er kunnen ook wel vieze dingen in zitten hoor, ja, dat bedoel ik. Maar bij vrouwen is dat minder snel, dus dat weet je. Klopt. Fijn. Onderbroekie. We gaan voor de vieze onderbroek. Een makkelijke vraag, mevrouw. Ja. Yes. Easy peasy. Ik zeg sowieso vaak al wat ik denk. Ik zeg altijd wat ik denk, dus. Ja, dit is wel makkelijk, hè? Die was wel heel makkelijk, of nooit meer praten, nou. Ja, dat zou kut zijn. Ja. Ik heb P. Nou, waarom heb je A, Divi? Ja, nou, ik heb liever, zeg maar... Ik kom ook uit mijn moeder, dus boeiend dat ze seks heeft. Ik zie haar liever seks hebben dan dat zij mij betrapt. Ik heb haar ook ooit betrapt. Oh ja. Nee, dat kan je niet uitzenden. Wat is de ergste leugen die je ooit hebt verteld? Ik lieg nooit. Ik ben open boek. Dat doe ik weer. Ergste leugen? Dat al een keer gelopen, toch? Ja, vast wel. Vroeger op de basisschool of zo. Ik eet wel wat, want ik weet het niet. lekker, jongens. Ik ga wel een goed stukje uitzoeken, oké? Okay? Nou, dit vind ik dus niet erg. Ja, gaan we lekker zo. Welke kandidaat is het minst intelligent? Ik heb er een paar. Waar moet ik beginnen? Ik heb zo'n zuur gehad. Welke kandidaat is hier alleen voor de fame? Ja. Ja. Nou, sorry, maar als er één iemand hier altijd zwaar loopt te blaren over Instagram followers en hierna alleen maar samenwerkingen, dit, dat, weet JB. Ja, mee eens. Ja, maar echt. Hey, superleuk dat je gekeken hebt. Vergeet niet te abonneren op MTV Nederland. Oh, en vergeet natuurlijk ook niet te liken en een comment achter te laten.